Hallo, ik ben Barbara Huigen, bewegingswetenschapper bij het UMCG. Ik wil graag ontdekken of je op jonge leeftijd kunt zien wie een goede voetballer wordt. We zitten hier in de Euroborg, het stadion van FC Groningen. FC Groningen heeft ook een jeugdopleiding voor jongens van 12 tot 18 jaar. De allerbeste die mogen hier ooit gaan voetballen in dit stadion. Veel jeugdspelers dromen ervan om de volgende Arjen Robben of Messi te worden. Voor de clubs is het ook heel erg belangrijk dat ze kunnen zien welke van de spelers de grootste kans maken om uiteindelijk een stervoetballer te worden. Dit is Leandro Bacuna, speler van het eerste elftal van FC Groningen. Ik heb hem jarenlang gevolgd en getest en door dit onderzoek kunnen we beter voorspellen wie het tot de eredivisie schopt. We zijn hier op het trainingsveld van de jeugd van FC Groningen. Wij doen hier als bewegingswetenschappers ons veldwerk. Kun jij goed trucjes met een bal doen? Dan heb jij misschien wel het talent om de nieuwe topvoetballer te worden. Maar talent is meer dan alleen goed trucjes kunnen doen. Wij onderzoeken vier belangrijke aspecten. We testen fysiek talent. Dat is bijvoorbeeld hoe snel je bij een bal kunt zijn en of je een hele wedstrijd vol kunt houden. We kijken naar techniek. Kun je bijvoorbeeld snel en nauwkeurig belangrijke technische acties zoals pasen, dribbelen en schieten uitvoeren? We kijken naar tactiek. Kun jij op het juiste moment op de juiste plaats zijn om een paas van je medespeler te ontvangen? We kijken ook of je mentaal sterk bent. Je moet heel hard willen trainen en je moet ook af en toe een feestje van een vriendje laten schieten. En dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we de jongens uit de jeugdopleiding al een lange tijd volgen, weten we al heel goed hoe een voetbaltalent zich ontwikkelt. Wij hebben ontdekt dat op 12-jarige leeftijd uithoudingsvermogen nog niet heel erg belangrijk is. Want dit kun je nog trainen. Maar technische, tactische en mentale eigenschappen zijn al wel heel erg belangrijk om je droom te kunnen verwezenlijken. Succes!